Ja, we hebben eigenlijk alles in de verf gezet. Breda Nu. Je weet het meteen. Jeugdcentrum Galaxy is opgeknapt. En wel door studenten van Avans. De feestelijke heropening vond plaats op 22 mei en er waren allerlei leuke activiteiten te doen. Ja, we hebben samen met een groep studenten, met hulp van NL Doet, hebben wij de Galaxy opgeknapt. En we willen eigenlijk vandaag alle jongere buurtgenoten uitnodigen om te laten zien hoe dat is gelukt. En daar hebben we verschillende activiteiten voor buiten neergezet en ook binnen en achter op het sportveldje. Ja, we hebben eigenlijk alles in de verf gezet, want het is eigenlijk niet zulke mooie kleuren. We hebben nu alles gewoon wit en strak gemaakt, een beetje een meer uitnodigende uitstraling. We hebben hele grote spiegels neergezet, zodat we een beetje een soort dansactiviteit kunnen doen. Er staat een badminton setje, er is een lounge gemaakt, dus het is eigenlijk, het ziet er allemaal veel leuker uit. Het is meer uitnodigend. Nou, we leren op school heel veel over sociale technologie en eigenlijk hoe je dat kan inzetten bij de doelgroep. Nou, hier is bijvoorbeeld een kredel en een kredel daar leg je beide handen op en dat maakt dan bij elke beweging die je maakt, dus of tikken, wrijven, maakt hij een ander geluid. En we gebruiken dit eigenlijk vooral bij jonge kinderen die het moeilijk vinden om sociale contacten te leggen, want dit kun je ook in een kring doen. En dan leren ze eigenlijk elkaar langzaam aanraken en toch door middel van geluid en muziek eigenlijk toch contacten te leggen. Dus, Ja, als die open is, dan zijn we hier vaak met vrienden elke dag zo'n beetje. En wat vind je nou nog meer fijn aan zo'n plek als dit? Nou, hier ben je, als het nou regent, kunnen we hier ook, want thuis ja, dat is een beetje saai. En dan kan je hier gewoon pingpong en zo. Wij werken in Breda volgens vier verschillende pijlers, noemen wij dat. Dus we hebben vier verschillende aandachtspunten. We vinden het belangrijk om aanspreekpunt te zijn in de wijk voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar. We vinden het belangrijk om hen te helpen met talentontwikkeling. En om hen individuele begeleiding te geven waar ze dat nodig hebben. Dus waar het eigenlijk om gaat, is dat we jongeren een zo kansrijk mogelijke omgeving willen bieden. Oké, en hoe bieden jullie dat zo aan? Nou, wij kijken heel erg naar wat jongeren op dat moment, waar ze zelf behoefte aan hebben. Dus we kijken waar zijn ze goed in en wat willen ze zelf nog graag ontwikkelen. En dan helpen we ze om dat te realiseren, bijvoorbeeld door een activiteit te organiseren met hen in de wijk. Door hen zoveel mogelijk in ieder geval zelf een rol te geven in hun eigen wijk. Zodat ze echt, als ik iets organiseer, dat is allemaal leuk, daar heb ik ervaring mee. Maar als zij het organiseren, of zij daar nou net zo snel doen of zij doen daar 10 keer zo lang over. Voor hen is dat een hele prestatie en dat is voor mij het belangrijkste. Breda Nu. Je weet het meteen.